Het zijn niet alleen, ik citeer, groen-linkse gekken die in het Gentse stadsbestuur zitten. Ook CD&V maakt deel uit van het Schepencollege. Oud-minister Joke Schouwvliegen neemt het op voor haar partijgenoten in Gent en vindt de opmerkingen van minister Diependalen heel ongepast. Ze is onze gast hier in de studio. Joke Schouwvliegen voor CD&V. We dachten, het moet niet altijd over Antwerpen gaan als het over historische gebouwen gaat. Maar nu gaat het plotseling over Gent. Om te beginnen, vanwaar heel die heisa over dat vleeshuis dat bijna op instorten staat? Wel, in Gent heb je een middeleeuws gebouw, het Groot Vleeshuis. Dat werd voordien gebruikt om streekproducten te promoten. Is echt in het centrum van de stad Gent. Ja, 15e eeuw, dacht ik, of 15e eeuwse gebouw, ja. En dit staat al een tijdje leeg voor de veiligheid. Staat op instorten. Dus het moet dringend gerestaureerd worden. Is heel belangrijk, beschermd, onroerend erfgoed. En nu de stad Gent wist niet goed wat ze daar nu zouden mee aanvangen. Nu hebben ze subsidies aangevraagd en willen ze daar een fietsenstalling in realiseren. Ja, en bent u het daar mee eens om te beginnen, want als ik het goed heb, dan zit CD&V toch nog mee als kleine junior partner in dat wat sommigen noemen gekke groen-linkse college. Wij besturen mee in de stad Gent. Waar ik vooral heel blij om ben, is dat het gebouw uiteindelijk gerestaureerd wordt. Het staat heel slecht, het ligt midden in de stad. Dus er moet ook een herbestemming aan gegeven worden. Of dat een fietsenstalling nu de ideale oplossing is, dat weet ik niet, maar ik heb begrepen dat het tijdelijk is dat men dat wil doen om het toch een bestemming te geven. Ja, dus u twijfelt een beetje aan de juistheid van die bestemming, ook al zit uw partij CD&V mee in dat college? Wel, ik twijfel of dat een definitieve bestemming moet zijn. Als men nu een oplossing wil op korte termijn en daar ook echt wel een restauratie wil aan koppelen, dan vind ik dat een heel goede zaak. Maar ik denk dat op lange termijn, dat iedereen dat wel beseft, ook de stad Gent, dat je moet kijken wat gaan we daar duurzaam mee aanvangen. En het debat is nu een beetje politiek geworden, dat vind ik heel jammer. En daarom dat ik hier vandaag in het parlement de vraag heb gesteld. Want je zou bijna de vraag kunnen stellen, is dat nu het forum, dat Vlaamse parlement, om dat ten berde te brengen? Want we zouden zeggen, dat is een zaak van de Gentse gemeenteraad. Daar moet de Vlaamse gemeenteraad zich niet mee bezighouden. Wel, ik ben lid van de commissie Onroerend Erfgoed, die dus bewaakt dat ons beschermd erfgoed dat ook goed bewaard wordt en herbestemming krijgt. En Vlaanderen geeft natuurlijk heel veel subsidies aan de stad Gent om dat vleeshuis te gaan restaureren. En de minister heeft nogal fors uitgehaald naar de plannen van de stad Gent. Hij zei van, ik ben heel erg geschrokken van de plannen die er zijn. En daarom dat ik toch wel wou vragen aan de minister, ja, gaat u zich nu heel actief daarin mengen of gaat u proberen een bemiddeling opnemen om te kijken waar gaan we naartoe met dat gebouw? Ja, want u was zelf dan ook verrast door die reactie van minister Diependalen. U vond dat eigenlijk ongepast? Wel, wat ik vooral ongepast vond, is het schril contrast met een aantal andere dossiers die een herbestemming moeten krijgen. Ik denk aan de boerentoren in Antwerpen. We gaan toch niet over Antwerpen beginnen? Voilà, we beginnen wel over Antwerpen. Ja. Niet te lang, we gaan dan naar Gent terug. Maar goed, daar zijn er plannen door een private ondernemer. De heer Fernand Huts. Fernand Huts. Meneer Fernand, zoals hij door Bart de Wever wordt genoemd. Dus meneer Fernand wil daar een nieuwe herbestemming aan geven. En daar waren ook wel een aantal kritische vragen rond. En ook de bouwmeester was daar heel kritisch tegenover. En toen zei de minister, ja, maar ik ga daar geen uitspraken over doen. Laat dat dossier lopen. We zullen wel zien welke kant het uitgaat. Hij was veel voorzichtiger. En hij was ook blij. Hij zei 5 keer, ik ben heel blij dat dat een nieuwe herbestemming krijgt. Mm-hmm. En nu, de stad Gent lanceert die plannen en plotseling neemt de minister wel heel snel een standpunt in. Negatief, heel negatief. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het nogal politiek gestuurd is, omdat natuurlijk in Gent N-VA in de oppositie zit. Ja, natuurlijk. Hè. In Gent zit de N-VA in de oppositie. Maar in Antwerpen tegen Bart de Wever ingaan, dat doet Diependalen dan blijkbaar niet, volgens uw analyse. Overigens over Antwerpen gesproken. Het steen, ook historisch erfgoed, daar hebben ze ook een nieuwbouw naast gezet, waar ook tot grote controverse geleid heeft. En dan horen we ook niet heel veel kritiek daarop. Hè? Dan blijft men veel voorzichtiger. Nee. En ik denk dat al die dossiers, want je hebt ook het Gravensteen in Gent, waar men ook een gebouw ging tegenbouwen. Ik denk dat die dossiers ook wel bewijzen dat dergelijke belangrijke monumenten, dat we daar snel genoeg inspraak, participatie moeten organiseren. Ook met het ruime publiek. Dat ze mee zijn, dat ze kunnen meedenken. Ja. Waar willen we naartoe met dat gebouw? Dat was ook een beetje de kritiek, misschien dan wel terecht, van minister Diependalen. Die zegt, ja, het is logisch dat er overleg gebeurt. De stad heeft dat duidelijk niet gedaan, volgens hem. Dossier ingediend zonder boe of ba.
Daar is wat discussie over. De stad Gent zegt dan weer, we hebben wel overleg gehad met de diensten van de minister onroerend erfgoed. De minister zegt, het is niet tot bij mij gekomen. Dat was een beetje nuance al deze namiddag. Ja. Dus ja, wie heeft gelijk? Mij is het om het even, maar ik vind het jammer dat daar een politiek spelletje zou gespeeld worden. Ik vind vooral dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed zijn rol overal op dezelfde manier moet spelen en goed in overleg gaan en kijken waar kunnen we elkaar vinden, hoe kunnen we die middelen zo goed mogelijk inzetten en ook een goede herbestemming geven. Ja, want hij is natuurlijk mee verantwoordelijk voor de restauratiekosten. Wat er dan met het gebouw zelf gebeurt, de zogezegde invulling, ja, dat moet de stad, dat moet het lokale bestuur dan maar zelf beslissen. Wel, het is natuurlijk wel logisch, denk ik, dat de diensten van de minister dat die ook meedenken of dat het wel een gepaste bestemming is. Ik kan me ook voorstellen als bijvoorbeeld een kerk, een beschermde kerk, moet herbestemd worden. Je kan daar ook niet alles doen. En dat geldt misschien ook voor het vleeshuis. Dus het is logisch dat daar wordt over nagedacht. Maar als je al op voorhand plannen afbreekt en heel fors gaat, nogal politiek in die communicatie, dan denk ik dat het al heel moeilijk is om in overleg te gaan en tot oplossingen te komen. Maar dat je nu in een kerk geen seksshop organiseert, dat snapt iedereen wel. Ja. Maar nu een fietsenstalling in een vleeshuis. Ik bedoel, maar in de middeleeuwen hing er vlees, was dat een markt waarschijnlijk. Nadien is er van alles geweest. Zelfs een parking voor auto's, er was dan geen protest. Maar owee, als het over fietsen gaat. Ja, ik weet nu niet of die fietsen op zich daarin hebben meegespeeld. Ik denk vooral dat de stad Gent snel een oplossing wou dat het gebouw niet helemaal zou verkommeren. Dat vind ik positief. Hebben de beelden gezien, dat zag er niet heel vrolijk uit. Ja. Dus dat vind ik heel positief. Het voordeel van zo'n fietsenstalling is dat iedereen er wel binnen en buiten kan om te kijken wat gebouw is dat hier, wat is het. Maar nogmaals, ik vind het goed dat de minister misschien twijfelt aan die bestemming, maar hij had dat wel op een meer tactvolle manier, denk ik, kunnen brengen om het dossier niet te verzieken of politiek te maken. En dat vind ik jammer. Dat vind ik een gemiste kans. Want u zit zelf in de commissie. Als we het goed hebben, vorig jaar, denk ik, zijn er maar een zevental dossiers erfgoed goedgekeurd. Ja, zoveel werk heeft de minister dan blijkbaar ook niet gehad. Of zoveel vaart zet hij er ook niet achter. Hoe moeten we dat interpreteren? Wel, natuurlijk, je moet altijd de tering naar de nering zetten. De budgetten die groeien niet tot in de hemel. Dus er moeten een aantal keuzes gemaakt worden. Maar als natuurlijk zo'n dossier echt wel prangend wordt, omdat het bijna verdwijnt, dan moet je denk ik wel echt je verantwoordelijkheid nemen en daarvoor gaan. Ik heb begrepen dat de stad die stap vooruit zet, dat ze nu een dossier hebben ingediend. Ik hoop dat er in goed overleg, in goede participatie, inspraak, ook van de burger, ook van de inwoner van Gent, dat daar tot een oplossing kan komen worden. Want uiteindelijk, minister Diep, en daar liet ook vallen en een aantal NVA'ers nog meer de voorbije weken. Het zou dat vleeshuis iets zeggen over de identiteit van Vlaanderen. Ja, dan zitten we binnenkort met het verhaal van Vlaanderen of het verhaal van Gent. Het moet daar maar allemaal in passen. Alsof fietsen ook niks zeggen over een wijzigende identiteit van de Vlamingen op dit moment. Ja, als je zo verder denkt, kan je dat wel stellen natuurlijk. Alles zal ook wel wat afhangen van hoe de stad Gent die invulling ziet van die fietsenstalling. Want als je dan natuurlijk ook infrastructureel een aantal zaken doet die nadien niet kunnen worden rechtgezet, dat kan natuurlijk niet in zo'n gebouw. Dus ik vind het goed dat er overleg is, maar echt de manier, het verschil in de reactie van de minister op een Antwerps dossier en op het Gentse dossier, ik kon mij echt niet van de indruk ontdoen dat het nogal politiek was. De lokale verkiezingen komen dichtbij en ik vind dat jammer. Ik vind dat de minister eigenlijk partijpolitiek moet kunnen overstijgen. U zegt hetzelfde, gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij, ook in Gent denk ik, want je ziet daar ook allerlei spanningen optreden tussen de partners onderling, Open VLD, met Vooruit, zonder Vooruit, Groen, in kartel, niet in kartel. Er is alles, van alles aan het bewegen. Dat dossier is een beetje symbolisch misschien daarvoor. Het is een symbolisch dossier en ik hoop dat het niet symbool staat voor de manier waarop het komende jaar overal aan politiek wordt gedaan. Daar heb ik heel veel schrik voor. Mensen hebben al heel veel wantrouwen naar politiek. En als we de komende maanden allemaal partijpolitieke spelletjes gaan spelen en geen enkel dossier geraakt opgelost, daar ga ik niet aan meedoen en daar voel ik mij ook niet goed bij. Ik vind dat wij oplossingen moeten zoeken en in overleg moeten kijken hoe dat we vooruit kunnen. Goed, want anders dan rijdt de politiek op een gammele fiets recht de gracht in. Voilà. En dat willen we vermijden. Dat is het. Bedankt voor het gesprek. Ik wou schouwvliegen.